Morgen. Morgen, alles goed. Even. Ja. Is goed. Fietsanalyse en zwemanalyse. Check. Check. Staat erop. Oh, yes! Zegt hij ja, het is eentje van Kona, is niet erg. Ik zou niet. Nou, wel dat de finish tijd ook. Ja. Ik zou het in de definitieve versie van de video even blurren. Ja. Target time. Ja. Ja, dat zou fantastisch zijn, hè? Ja, oh, ja, dat. Je benen gestrekt houden en dan rustig vooroverbuigen, zodat de koning voor je staat. Ja, laat je handen eens richting de grond zakken. Oké, helemaal goed. Als je de rug kan, als je deze kant ook draaien. Na één stap achter. Ja, je weet ongetwijfeld wat een squat oefening is, hè? Squat, ja. Okay. Mag je die drie keer doen, moet je handen even zo. Ja. Zo? Ja, ja, dan kan ik de hulp blijven zien. Okay. Mag je even zo komen staan? En je schouders ontspannen en dan één keer zwaaien tot je niet verder kunt. Dat is een slecht voorbeeld. Ja, nee, dat is beter dan dat ik kan. Echt zo'n stijf. Verschrikkelijk. Oké, kom maar even deze kant. Wat heb jij hier gehad? Valpartij of echt geopereerd? Echt geopereerd. Al genoemd. Kruisband? Plika. Plika? Ja. Een scheur in het vlies, maar door de valpartij. Ja, oké. Ja. Allicht, ik ben weer rennen. En plika is een vlies en dat vlies staat dubbel, waardoor ik altijd wreving kreeg van ontstekingen. Kijk, mag je met je hand naar de andere kant. En die andere knie, ook valpartij ongelukkig? Ah, die is van de voetbal. Ah, die is van de voetbal. Dat is echt dat ik 10 jaar oud was. Okay. En dat is de plika. Ja. Oké, helemaal goed. Je hebt voor de rest geen last van kinderen in de voet, hè? Nee. Vandaag gebeurt er een fietsanalyse om de nieuwe fiets te bepalen. En juist op positie gezet worden. En straks zwemanalyse om eigenlijk een beetje aan de details te werken om beter te zwemmen. Maar het is niet lastig. Het is waar. Van een keer niet. Ja. Kijk, camera. Yes. Doe maar alsof het fiets is. Wat is een beetje jouw ervaring met zwemmen? Niks. Okay. Ik kan wel acro zwemmen. Ik zwem nu een week of 4 hoog. Ja. En ik zwem op 100 meter 1,50. Okay. Rustig, kromkram. Ja. Wat we gaan doen, laat je dit moment een beetje wennen aan het zwembad. Het zwemt heel anders dan in een gouden zwembad. Omdat je nu de stroming tegen hebt, dus het water beweegt in plaats van dat jij beweegt. Dus we laten je gewoon eerst even wennen. Van daar gaan we wat videobeelden maken, onder water, boven water, eigenlijk een beetje van alle kanten. Op een gegeven moment kom ik er ook in, geef ik alvast de eerste tips mee. Ja. Na de tijd ga ik de beelden analyseren en dan krijg je van mij het videobeeld teruggestuurd met het rapport erbij. Ja, perfect. En dan kun je daarmee verder. Alright, heel goed. Ik zet er zo meteen gewoon voor je aan, dan kijk ik een beetje wat je tempo is, het gewoon lekker rustig doorzwemmen. Ja. En als je op een gegeven moment denkt van, ja, ik ga met de hart, ga je gewoon staan, geef dit aan, zet wat langzamer. Als je denkt van, ik kan wel sneller, geef het ook aan, doen we dat ook. Ja. Dat zwarte deel wat dat in is. Oké, benieuwd. Probeer zo meteen als je gaat zwemmen, eigenlijk je neus, want je hebt ook nog een spiegel onder de bodem liggen. Ja. En dan eigenlijk waar je voeten nu staan, ja. Dat gat daar mag je neus zitten. Ja, boven. Hier zo. Ja, ongeveer. Ja, klopt. Klaar voor? Denk het wel. Stop die.
jaar geleden zei ik altijd, ooit wil ik een Ironman doen. Dus ook bij deze. Ja. Ben dit jaar al een hele run of allemaal halve? Twee hele, misschien drie. En de hele is Lanzarote. Okay. En Nice kun je kiezen, denk ik. Okay. En dan naar Wales, volledig. Ja, iets waar we mee bezig kunnen gaan, is wat je arm doet op dit punt. Wanneer jij je arm van voren houdt, trek je naar achteren met een S-bocht naar binnen toe. Ja. Maar eigenlijk willen wij alleen maar naar voren toe met zwemmen. Yes. Dus we ten alle tijde eigenlijk zo recht mogelijk kunnen afduwen naar achteren. Want alle beweging die naar links en rechts gaat, is eigenlijk energie die verloren gaat. Ja, oké. Best wel diep in het water. En eigenlijk wil je gewoon dat die heupen op het water liggen. En die voeten met elke slag een heel klein stukje door het water op het vlak heen raken. Ah, oké. Ja. Kijk, zo meteen heb je een wedstrijd aan als je buiten gaat zwemmen. Dus dan heb je daar zeker een profijt van. Maar tijdens de training wil je wel bezig gaan, zodat ook je heupen nu al wat hoger komen te liggen. Gewoon lekker ontspannen, want anders krijgen ze ook een vertekend beeld. Dus dat is gewoon lekker ontspannen zwemmen. Ontspannen zwemmen. Niet de geestige rest. Goed, sorry guys. Pokémon zullen we pokémons. Waren ze bezig misschien? Ik zag niemand anders. Dat is de hype in Nederland, zeker.